Goedendag, welkom bij aflevering 5 van de MS Talk Extra, waarin we verslag doen van de MS Virtuals 2020, welke een paar weken geleden hebben plaatsgevonden. Vandaag gaan we het hebben over het hebben van MS en ouder worden. Zowel Linda Boot als Gerald Henksman hebben zich verdiept in een aantal lezingen die hierover gegeven zijn. Ik weet van niks, dus ik ben benieuwd. Linda, kun je vertellen wat je gehoord en gezien hebt in deze lezingen? Dat ga ik doen. Dan neem ik even een paar slides ervoor bij. Ja. Ik ben blij dat jullie uitleg kunnen geven bij die slides, want ik snap er nooit iets van als ik het zo zie. We weten eigenlijk al lang dat er wel een relatie is tussen leeftijd en MS. In het linkse plaatje zie je eigenlijk, daar waar dat lijntje steil omhoog gaat, is eigenlijk de leeftijd waarop de meeste mensen de diagnose MS krijgen. Dus meestal ergens tussen de 20 en de 40 jaar. En dan in het rechtse plaatje zie je eigenlijk daar waar de overgang naar progressieve MS plaatsvindt. Ja, en ook dat blijkt een relatie met leeftijd te hebben. Dat gebeurde gemiddeld rond de 45 jaar en met 5 tot 10 jaar eerder of later. Dus dat is ook waar je in dat rechtse plaatje dat vierkantje ziet staan waar dat lijntje steil omhoog gaat. Dus er is een relatie tussen overgang naar progressieve MS en de leeftijd. Nou, er zijn wel meer dingen die te maken hebben met leeftijd en veranderingen in MS. Heel veel hiervan is in dit best ingewikkelde plaatje samengevat. Onderaan zie je eigenlijk, dus als je van links naar rechts gaat, word je ouder. En wat je ziet is dat op jonge leeftijd zijn er vaak meer relapsen en een beter herstel. En naarmate mensen ouder worden, zijn er vaak minder relapsen en is er minder goed herstel. Ja, en daar waar je dat schuine lijntje omhoog ziet gaan, dat is eigenlijk progressieve fase van MS, waar geen relapse, maar wel achteruitgang optreedt. Mm. En wat eigenlijk weer werd verteld is, ja, vooral in het begin van de ziekte, als je nog veel ontstekingsactiviteit en relapse hebt, dan werkt die immuunmodulerende medicatie het beste en heeft dus het hoogste impact. En naarmate dat je ouder wordt, dan zijn daar wat minder mogelijkheden voor en dan worden eigenlijk herstel en reparatiebehandelingen steeds belangrijker. Dus daar werd het ook wel over hebben gehad. Ja, precies. Eigenlijk kwamen met het ouder worden kwamen ook heel veel dingen terug die we in de afgelopen weken ook al gehoord hadden. En ik wil weer aandacht gevraagd van ga ook echt eens trials doen met deze groep mensen, want heel veel van de trials met medicatie wordt toch gedaan bij een jongere groep waar je nog het maximale effect bij hebt. Mm-hmm. Ja. Valt mij wel op aan dit plaatje. Dat eigenlijk staat hier dan, vanaf 59 jaar zie ik in geen enkele groep meer terugvallen ontstaan. Of shoeks, hè? Ik zie allemaal rechte lijntjes in dit geval. Ja, dus het is natuurlijk een beetje een kunstmatig beeld, hè? Dus niet meteen de werkelijkheid. Ik denk wel dat je eruit kunt concluderen dat je ziet dat met ouder worden dat de kans op terugvallen steeds kleiner gaat worden. We zeggen dat het nul is, maar het wordt gewoon steeds minder. Mm-hmm. En net ook al zeiden we, een van de dingen die wel naar voren kwam, is dat de impact van een terugval als je ouder wordt, is wel veel groter. Ja, dat gewoon het herstelvermogen gewoon veel kleiner is. Oh. En een beetje een lans voorgebroken om in ieder geval. Ja, daar waar je misschien op jongere leeftijd een keer een terugval nog wel accepteert in het verhaal. Dat je op oudere leeftijd nog een heel stuk kritischer op bent. En dat gewoon het gevolg ervan veel groter is. Duidelijk. Ja. Ja, en dan was er ook nog een lezing die ging eigenlijk over wat je op de MRI ziet van veroudering. En een van de dingen wat je op de MRI dus ziet is verlies van hersenvolume. Dus hier op deze twee MRI-plaatjes zie je links een plaatje waarbij er nog weinig volumeverlies is. En op het rechter plaatje waar meer volumeverlies is van hersenen. Ja, wanneer is het nu gerelateerd aan MS? Dus als er meer hersenvolumeverlies is dan bij een normaal gezond persoon, dan noemen ze dat atrofie.
Dus eigenlijk alle volwassenen verliezen hersenvolume, alleen ja, aan een minder tempo dan bij MS. Ja, en bijvoorbeeld bij Alzheimer ja, is dat nog veel meer dan bij MS. Ja, want dit plaatje zag je eigenlijk niet te zien hoe het bij gezonde mensen zit met het hersenvolume. Want het neemt nog toe totdat je 13 jaar bent, dan groeien je hersenen eigenlijk. En daarna gaan in het loop van het leven bij iedereen wordt het hersenvolume minder. En vanaf een leeftijd op 35, dan begint dat wat harder terug te lopen tot aan de leeftijd van 60, waarna het zich weer gaat stabiliseren. Dus dat zijn best wel lastige dingen als je bijvoorbeeld in onderzoeken ook wil kijken naar ja, wat is het effect op atrofie door MS. Dan moet je eigenlijk ook altijd rekening houden met ja, wat is nu normaal volumeverlies van de hersenen. Dus daar wordt ja, toch wel veel onderzoek naar gedaan om te kijken van hoe kun je dat, hoe kun je daar een goede biomarker uithalen waar je in de praktijk ook echt iets mee kunt. In de volgende sheet hier kan je zien. Hier hebben ze aan de linkerkant een plaatje van de hele hersenen. En hier hebben ze gekeken naar ja, wat is nu volumeverlies door de MS. Dat is in het blauw weergegeven. En wat is nu het ja, normaal volumeverlies wat bij iedereen voor zou kunnen komen. En in het meest linkse balkje, je ziet dat het is helemaal blauw. Dus dat gaat over iemand met een leeftijd van 30. En daar zie je eigenlijk dat het volumeverlies wat er is ja, eigenlijk helemaal aan de MS is toe te schrijven. En dat dat met het ouder worden, ja, wordt het normale volumeverlies steeds meer. En het MS-gerelateerde volumeverlies minder. En ja, daar wil ze eigenlijk ingrijpen ook op dat extra volumeverlies door de MS. En je ziet ook dat er eigenlijk, ja, de mogelijkheden ook steeds minder voor worden. Dus het komt ook meer een beetje overeen met dat plaatje van net, waar je eigenlijk zegt van ja, de grootste mogelijkheden liggen echt in het begin. Wat ik mij meteen afvraag, wat zijn gevolgen van volumeverlies? Bij dementie iets bij voorstellen, maar... Dat is een goede vraag. Toen was ik een keer gekeken of het brein van Einstein of nu zwaarder is dan van een ander. Dat was helemaal niet het geval. Het volumeverlies wil niet zeggen dat het minder goed functioneert. Het is gewoon minder volume. Ja, dat kan gewoon... Dat je brein is toch een verzameling van gewoon vet en water en andere dingen. Ja, als iets minder vet is, iets minder water is, heb je minder volume. Dat wil niet zeggen dat het minder goed functioneert. Dus dat is niet, niet helemaal elkaar te linken. Wat ik zelf wel opvallend vond in dit stuk wat Linda nu hier laat zien, is met name op plaatje B. Ik wil niet zeggen het plaatje daarvoor, maar de thalamus is een hele belangrijke schakelkern diep in je hersenen. Eigenlijk alles wat van boven naar beneden gaat, moet door dat schakelcentrum als het ware heen. En wat daar ook in voorkwam, is dat bij mensen die alleen nog maar op de MRI-teken van MS hadden, dus het wordt dan een radiologisch geïsoleerd syndroom genoemd. Ze hebben een MRI-beeld passend bij MS, hebben nog nooit geen klachten gehad. Maar dan weten we ervan dat een relatief groot deel uiteindelijk wel het beeld van MS ontwikkelt. Dat je bij die groep zag je al atrofie van je thalamus. Wauw. Dat past eigenlijk bij het verhaal wat we al langer weten, dat je ook in een hele vroege fase, waar mensen of nog geen klachten hebben of net de eerste klachten gehad hebben, dat je al duidelijk tekenen ziet van weefselverlies, van atrofie, van schade. En dat des te meer weer past in het verhaal van ja, hoe sneller je in dan de rem erop kunt gaan zetten op dat proces, hoe belangrijker het is op langere termijn. Maar dat zijn dan mensen die bijvoorbeeld een MRI krijgen met een totaal andere reden, waar ja, per ongeluk op de MRI beelden te zien zijn die passen bij MS. Ja, hè, mensen hebben last van hoofdpijn, zijn bang dat iets anders aan de hand is, wordt een MRI gemaakt ter geruststelling en dan wordt in één keer MS-afwijking gezien. Ja, maar het laat weer zien dat ja, al in een hele vroege fase van de ziekte, zonder dat je zelf echt heel sterk merkt in je functioneren, dat er al gewoon onomkeerbare schade gewoon gaande is. Ja. Ja. Dat is best wel lastig, want moet je dan gaan vertalen in het concept van dan moet je ook gaan behandelen, ja of nee? Ja, dat is een dilemma. Dat is natuurlijk een dilemma deels voor de dokter, maar nog groter voor de persoon om wie het gaat. Ja. Je hebt wat hoofdpijn gehad, je maakt wat zorgen, want er kwam iets engs in de familie voor. Daar heb je die scan gehad. Dat was allemaal geruststellend. Maar ja, we hebben wel andere dingen gezien. En nu moet je in één keer... Dat is lastig. Ja. Dat is heel lastig, ja. Wat voor advies zou jij daarin geven?
even als iemand jou dat zou vragen, Gerard? Of is dat zo niet te zeggen? Het advies op dit moment is om het in ieder geval goed te gaan vervolgen. Kijk, het last wat je hebt, dingen zijn uit het onderzoek die naar voren komen, is altijd op groepsniveau. En je kunt het nooit vertalen naar een individu. Dus hoe zeker weet je dat er bij een individu tegenover zit, dat het ook het verhaal gaat zijn dat het in de loop van de tijd erger wordt. Maar ik denk wel dat het goed is om het te benoemen. En afhankelijk van hoe iemand er zelf in staat, in ieder geval in minimaal, het wel te vervolgen. Dus dat je dan zegt, nou, dan gaan we over een half jaar, ook heb je helemaal geen klachten, maak me een scan. En dan zie je er meer afwijkingen, dan weten we dat de kans steeds groter gaat worden op, enzovoort. Dus dat is wel meer de manier hoe ik het zelf zou gaan doen. Maar, het blijft maar dat is dan echt al wel veranderd in de afgelopen 10 jaar, zeg maar. Ja. Ja, de afgelopen 10 jaar zijn heel veel dingen veranderd. Ik heb, iets meer dan 10 jaar geleden, heb ik nog heel veel lezingen gegeven door het land heen om überhaupt collega's van de te overtuigen dat mensen die behandeld werden voor MS, dat het ook misschien wel verstandig was om de MRI af en toe te herhalen. Dus 10 jaar geleden was het nog vrij normaal dat een MRI was voor de diagnosestelling en verder heb je het niet meer over. Dus ja, dat valt heel sterk. Ja, gelukkig maar. Dit soort onderzoeken geeft dan ook echt wel echt voor de toekomst. Als je dan dit soort informatie ook op individueel niveau zou kunnen toepassen, geeft het dus ook wel extra richtlijnen van wat ga je wel of niet doen. Ja, zeker. Ja. En wat jij zei, het grootste wat je kunt beïnvloeden, die grote blauwe balk zit in het begin. Ja. Hoe lager je dat wilt gaan doen, hoe minder groot de effecten gaat zijn. Ja. Ja, er was er nog een andere manier waarop ze dus eigenlijk gingen kijken naar het verouderen van de hersenen. Dat was vanuit de invalshoek van hersenleeftijd. Ja, wat ze daar hadden gedaan is dat ze een model hadden gemaakt op basis van heel veel data van gezonde mensen. En dat ze, daar zat onder andere dat volumeverlies in, maar er zaten ook allerlei andere parameters in. En door middel van machine learning hadden ze dan dat model geleerd om een hersenleeftijd te berekenen. En er werd eigenlijk gekeken naar hoe groot is het verschil tussen iemands werkelijke leeftijd en iemands hersenleeftijd. En dat noemen ze dan de brain age gap. En wat je in dat linkse plaatje, en onderaan gaat het over de hele hersenen. En al die bergjes daarboven zijn eigenlijk andere gebieden in de hersenen. En dan zie je in dat linkse plaatje zie je de gezonde mensen. En daar zie je in het midden staan nullijn. Dus je ziet eigenlijk dat gemiddeld is de hersenleeftijd gelijk aan iemands werkelijke leeftijd. En aan de rechterkant zie je datzelfde voor mensen met MS. En dan als je onderaan bijvoorbeeld naar de hele hersenen kijkt, dan zie je ook dat bergje dat ligt niet bij de nul, maar dat ligt wat verder naar rechts. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat mensen met MS een hogere hersenleeftijd hadden. Dus gemiddeld 4,4 jaar ouder dan wat de mensen werkelijk waren. En daar hadden ze ook nog gekeken voor verschillende vormen van MS. Dus dat iemand die helemaal in het begin zat, dus een keer een CIS had gehad, zat er nog veel dichter bij de gewoon gezonde populatie. En voor mensen met progressieve MS zat dat daar weer wat verder vandaan. Dus dit werd eigenlijk bedoeld als een mogelijke biomarker voor de toekomst, om iets te zeggen over de algehele hersengezondheid. Ik vond het een heel interessant onderzoek. Ik vroeg me wel af, hoe ver staat dit zoiets van de praktijk af? Ik weet niet of jij ervan vond, Gerard. Ja, ik denk nog heel ver. Ja. Nou, interessant om even te zien. Nou, wat we daarna nog zagen was, wat we deze week bij de medicatie ook al zagen en uitgebreid besproken hebben, is dat de effectiviteit van die medicatie afnam met het vorderen van de leeftijd en het risico op bijwerkingen toenam. En er was ook een lezing die ging kijken van kunnen we daar nou ook oorzaken voor vinden? En wat gebeurt er nou eigenlijk bij dat ouder worden? En daar werd ingegaan op het verouderen van het immuunsysteem, dat noemt immunosenescentie. Het is eigenlijk naarmate iemand ouder wordt, zijn er allerlei factoren die te maken hebben met het tegengaan van ontsteking, inflammatie en die reparatie bevorderen, die worden steeds minder.
En wat mechanismes die schade veroorzaken en die informatie omhoog gaan, die worden steeds sterker. Dat noemden ze inflammaging, inflam van inflammatie, aging van ouder worden. Ja, en dat ging eigenlijk over naar strategieën om te kijken van, ja, wat kunnen we daar nou aan doen? En dat is eigenlijk belangrijk om eerst te weten wat er speelt. Dus ja, hier aan de rechterkant van dit grafiekje werd dat in beeld gebracht. Dus bij het ouder worden, ja, er veranderden dingen in het metabolisme. Er kwamen ook meer comorbiditeit, want hart- en vaatziekten die geen gunstige invloed hadden. En er veranderde ook iets in de epigenetica. We hebben eigenlijk allemaal ons eigen setje DNA. Dat verandert niet in de loop van het leven. Maar onder invloed van dingen die in je omgeving gebeuren, kan dat de expressie van dat DNA wel veranderen. Dus bepaalde genen kunnen actiever worden, minder actief als het ware aan- of uitgezet worden. En dat gebeurt door een proces, dat noemen ze methylatie van DNA. Dat zijn ook vaak omkeerbare veranderingen. Dus daar kan je eventueel nog invloed uitoefenen om met hetzelfde DNA toch een andere genetische uitkomst. En dan komen we ineens weer bij leefstijl terecht. Dan kwam je weer bij leefstijl terecht. Wat we weten eigenlijk is, we hebben bijvoorbeeld bij apen onderzoek gedaan, dat apen die een caloriebeperkt dieet kregen, een soort van verjonging hadden en ook ouder werden. Dus ja, even kijken, is nou het beperken van calorieën, ook in de mate dat er geen ondervoeding ontstaat, zou dat dan een strategie zijn om ons jonger te houden? Maar ja, bij mensen is dat wel heel erg lastig om ze op een caloriebeperkt dieet te zetten, want daar heb je zo ontzettend veel wilskracht ook voor nodig, dat de meesten dat ook niet zullen volhouden. En als alternatief daarvoor werd gekeken naar een dieet waarin methionine beperkt is. En methionine is een aminozuur. En nu bleek eigenlijk dat methionine beperkte dieet, dat dat een beetje lijkt op qua effecten op dat caloriebeperkte dieet. Het ging ook wel die veroudering tegen. Je zag een bepaalde metabole parameters zoals de insulinegevoeligheid en de cytokine zag je ook verbeteren. Dus eigenlijk werd gezegd, mogelijk, we moeten in ieder geval verder onderzoek doen naar dat methionine beperkte dieet. Nou, waar zit dat methionine nou in? Het zit heel veel in eiwitrijke producten, dus vlees, vis, zuivel. Ja, wat minder in groente, fruit, plantaardige voeding. Dat is eigenlijk ook wel een beetje wat we deze week ook al wel eerder hebben gehoord. En bij muizen hebben ze dat getest in het EAE-model. Het EAE-model is eigenlijk het meest gebruikte muizenmodel voor MS. En wat ze hebben gedaan is dat ze de ene groep muizen een normaal dieet hebben gegeven en de andere groep muizen een methionine beperkt dieet. En wat je zag is dat als die muizen EAE kregen, dat het minder ernstig verliep bij de muizen die dat methionine beperkte dieet kregen. En dat ze het ook niet vaak kregen. Dus bij muizen zijn er signalen omdat dat positief zou kunnen werken. Maar ja, dit heeft echt nog een hele lange weg te gaan. En er werd ook gevraagd van, zou je dat nu aanbevelen, zo'n methionine beperkt dieet? Maar daarvan zei de onderzoekers ook nog van, dat is nog echt veel te vroeg. Hè? Muizen is ook geen mens. Je zou mogelijk kunnen denken aan een DASH-dieet, dat is ook een hoofdzakelijk plantaardig dieet, waar wel vlees et cetera in zit, maar wat beperkter bij een normale hoeveelheid. En dat wordt ook vaak aanbevolen bij hart- en vaatziekten. En dat is ook wat beperkter in methionine, dus dat werd eigenlijk als optie aanbevolen. Ik moet wel weten dat methionine heeft naast deze effecten ook weer hele gunstige effecten in het lichaam. Dus om dat nou meteen allemaal uit te gooien, daar is het ook echt nog te vroeg voor. Dus het waren eigenlijk beginnen. Ja. Ze moeten echt beginnen. Ja, dus daar zijn deze onderzoeken zeker wel waardevol, denk ik. Ja. We hebben op zich al wel weer mooi zien hoe het toch naar het effect van leefstijl wel weer ergens weer links of rechts om weer om de hoek komt te kijken. Ja,
Ja, dat je toch ziet dat, denk een beetje wat je het hele verhaal kunt leren, is dat MS verandert gewoon als ziekte, gewoon met het ouder worden. Even los van welk type MS je hebt. Je ziet er gewoon dat de ziekte zelf verandert, gewoon dat gewoon het brein verandert, hè, dus, en het immuunsysteem verandert. Maar dat ook veranderingen zijn die deels toch samenhangen met de omstandigheden waarin het immuunsysteem en het brein moeten verkeren, dus gewoon je leefstijl. En voeding is daar eentje van. Ja, dus dat. Ik denk dat dit toch wel weer, ook al is het natuurlijk voor elkaar onderzoek nog langer weg te gaan om met 100% zekerheid aan te tonen dat. Hè, maar je ziet er wel meer dat alle signalen wijzen dezelfde kant op. Dat op het moment dat je echt goed let op leefstijl, dat je wel heel veel dingen kunt doen om in ieder geval zo optimaal mogelijk voor je hersenen en voor je afweersysteem te zorgen. Wat op lange termijn een goed effect op je MS kan hebben. Ja, dat is natuurlijk het gunstige dat het allemaal dezelfde kant op wijst. En ook in een richting waarvan echt algemeen bekend is dat het ook voor heel veel andere dingen goed is en geen negatieve bijwerkingen heeft. Nee, we hebben nog nooit gehoord van doe het niet, want de gevolgen zijn vervelend of negatief inderdaad. Ik denk dat het een mooie conclusie is om deze aflevering mee af te sluiten. We komen nog één keer terug. Dus we zien elkaar nog één keer voor aflevering 6. En dan zit het voor dit jaar wat betreft Virtuals 2020 zit erop. Bedankt weer en tot gauw. Ja. Dag.